Meneer Tors, we hebben een collega van u eigenlijk aan de lijn. Mm. En er is een speciale aanleiding, want vandaag exact 54 jaar geleden kwamen ze in Amerika plotseling met dit nieuws tevoorschijn. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. They were riding in an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital. Ja, JFK vermoord 1963 op 22 november. U was er nog niet bij toen, hè? De politiek nog niet. Ik was op school leidde daar een verborgen leven. Ja. Ja, hoe oud was u toen? Ja, ik was toen toch 7 jaar. Ja. Dus volgens Thomas van Aquino, het moment waarop men tot de jaren van verstand komt. Bij mij kwam het later. Ja. Mark Eijskes, collega bij de CD&V geweest, die was een stukje ouder al. Minister van Staat Mark Eijskes. Goedemorgen, meneer Eijskes. Goedemorgen, ja. Ja, Erik Tof zit bij ons in de studio ook, meneer Eijskes. Zoals elke week. Oh, goed. Ja, dan goed, wil ik hem graag begroeten. Doe maar. Ja, ja. Ik doe het met dezelfde plechtigheid. Hey, meneer Eijskes, weet u dat nog goed? 22 november 1963, moord op JFK. Ja, dat weet ik nog zeer goed. Ik was thuis. Toen woonden wij in een appartement. We waren niet zo lang geleden getrouwd. En er kwam wat men nu noemt breaking news. Ja. De radio werd onderbroken en dan kwam dat bericht. Dat was natuurlijk een vreselijk bericht. Want ik had ook als zeg maar een jonge prof in Leuven een grote bewondering voor Kennedy. Is dat zo? De jongste president ooit verkozen. Dynamisch, nieuwe ideeën. Met een mooie vrouw. Sportief. Ja. Ja, de man maakte een geweldige indruk natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja. Was uw vader toen ook niet premier in die periode, of al geweest? Mijn vader was toen al 2 of 3 maal premier geweest, ja. Ja, had hij Kennedy ooit ontmoet, of weet u dat niet? Ik denk niet of hij Kennedy ontmoet heeft, maar ik zelf ben ooit in Dallas geweest, op de plek waar hij vermoord is. Dat is toch wel heel pakkend, hoor, ja. Ja, en eigenlijk wel straf. We zijn meer dan een halve eeuw verder en eigenlijk weten we nog altijd niet wat er precies gebeurd is, hè? Veel complottheorieën, hè, zijn er. Absoluut. Ja, dat zijn de meest gekke dingen. Natuurlijk, het meest waarschijnlijke is dat die Oswald toch wel connecties had met Cuba en dat de Cubanen, dat Fidel Castro dit min of meer heeft georganiseerd als wraak voor de mislukte poging om in de varkensbaai in Cuba te landen en dan het regime van Castro te vernietigen. Ja, misschien wel. Ja, want het strafste verhaal is dat hij zijn eigen dood in scène zou gezet hebben en verder leefde tot in de jaren 70 op een Griekse eiland. Dat verhaal is ook af en toe opgedoken. Ja, dat is natuurlijk pure nonsens. Samen met Elvis, hè. Samen met Elvis, ja, die zong dan liedjes van hem. En de maffia, die zat er toch ook tussen, zegde men. Meneer Hoffa, die gearresteerd was en zo, dus... Ja, maar dat is altijd zo, niet waar. Met de aanslag van 9-11 is het ook vol complottheorieën geweest, hè. Dat zegt men altijd natuurlijk. Ja, dat prikkelt de verbeelding en doet bepaalde kranten en boeken verkopen. Ja, ja, mm-hmm. Ja, oké. Okay. Bende van Nijvel weet ook nog altijd niet, hè. Zoveel jaar verder, meneer Eijskes. Nog steeds niet, nee. Men dacht een paar weken geleden dat we nu eindelijk een gouden tip zouden gehad hebben. Maar dat is niet het geval, hè. Nee. Hoe oud bent u nu ondertussen, mag ik dat vragen? U bent toch een eind in de 80, hè? Klopt. Wel, ik ga op naar de 100 en ik zal mijn pensioen nemen na mijn dood. U kunt mij dus nog jarenlang telefoneren. Oh, dat is tof. Maar gaat het goed met u? Werkt u nog eigenlijk op dit moment, meneer Eijskes? Ik ga nu net beginnen. Hoezo? Ik ga me aansoscheren en dan ga ik naar mijn bureau en begin ik op mijn computer te werken, ja. Ja? En ik heb vandaag 4 vergaderingen en vanavond nog iets in Brussel. Ik ga 2 maal naar Brussel vandaag, ja. Ik vind het wel mooi dat we met u mogen praten terwijl u nog ongeschoren bent. Dat heeft wat, vind ik. Ik ben meestal ongeschoren, maar u ziet dat niet, denk ik, omdat uw gezicht wat vermindert, meneer Torst. Ik draag altijd een bril voor de microfoon. Nee, Eijskes, het was fijn dat we nog eens aan de lijn hadden. En niet te veel vergaderen. Af en toe is ontspannen ook. Echt eens gaan shoppen met de madame of zo. Ah, leuke dingen doen af en toe, hè.
Ja, maar op vergaderingen ontspan ik mij ook. Ik heb met meneer Torf jarenlang in het partijbureau gezeten en daar ontspanden wij totaal. Ja, en u las toen alle belangrijke weekbladen tijdens die vergadering. Ja, natuurlijk. Op de hoogte blijven. Ja, al die complottheorieën heb ik daar gelezen. Ook omdat in de partij zelf vele complotten worden gesmeed. En of. Heren, het is leuk om erbij te zijn als we eens aan het kletsen. Ja, jongen. Fantastisch. Meneer Eiskes, fijne dag gewenst, hè. Dank u wel. Ja, dank je wel. Dag. Ciao.